Renate Woudenboegwandas, de gewezen voorzitter van de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden, BBGO, is vandaag naar haar laatste rustplaats gebracht. Tijdens de uitvaarddienst haalden diverse personen herinneringen aan haar op. Renate Woudenboegwandas was in leven directielid van de Nationale Vrouwenbeweging en staat bekend als een strijder voor mensenrechten. In de functie van BBGO-voorzitter heeft zij zich ten volle ingezet voor het behartigen van de belangen van de senioren burgers. Naast de BBGO was Woudenboegwandas ook lid van de culturele organisatie NAX. Tijdens de rouwdienst in de kathedrale Basiliek zei Shirley Ongakwi Abendanon, woordvoerder van BBGO, dat de organisatie bloeide tijdens haar leiding. Armand Achaibersing, die kennis maakte met Woudenboegwandas tijdens zijn ministerschap, zegt dat hij diepe respect voor haar heeft gehad vanwege haar oprechtheid. Het ledental groeide van 1900 tot 4800 leden. Aan haar visie dat de BBGO niet alleen in Paramaribo gevestigd kan zijn, heeft zij keihard gewerkt. Momenteel is er een BBGO-afdeling in Ikeri en zijn er commissies in Koroni, Kommewijnen, de Nieuwe Grond en Palissadeweg. Dit noemde Renate decentralisatie van de BBGO. En ik wou, misschien doe ik nu een politieke uitspraak, ik wou dat er nog veel meer mensen in Suriname waren die die oprechtheid tentoonstelden. Want als je met mevrouw Woden sprak, dan kon je ervan uitgaan, en je hoefde het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar je kon ervan uitgaan dat het om een eerlijk gesprek ging. Een gesprek met respect voor elkaar. Maar je kon er ook van uitgaan dat wat ze zei en haar gedachtegang zeer oprecht was. De voorzitter van NAX, Siegmien Staphorst, benadrukte dat Woudenboegwandas een vriendin van haar is geweest, die ze decennia lang heeft gekend als een strijdmakker. Staphorst geeft aan dat Woudenboegwandas iemand was die nooit opgaf bij het behartigen van belangen van mensen die vergeten worden. Van mensen die niet meegenomen worden in het nationaal ontwikkelingsbeleid van Suriname. Vrouwen, kinderen, jongeren, seniorenburgers. Nee, ze liet nooit los als het erom ging dat de rechten van deze groepen bevochten moesten worden. In november 2018 werd ze onderscheiden als officier in de Ereorde van de Palm en in december 2021 ontving Wouden de Mensenrechtenprijs van de Europese Unie-delegatie voor Suriname voor haar inzet voor de rechten van ouderen. In 2023 is ze opgenomen op de iconenkalender van NAX. Woudenboegwandas werd 72 jaar. En tot zover dit gedeelte van het journaal.